Nederlander Frank Scholten kwam in 1921 per boot aan in de havenstad Haifa in Palestina. Hij bekeerde zich tot het katholicisme. en hij had een kunstopleiding in Berlijn gevolgd. En dat samen maakte dat hij besloot dat hij naar het Heilige Land wilde. Naar het toenmalige Palestina. Waar hij meer dan twee jaar zou gaan rondreizen en waar hij enorm veel heeft gefotografeerd. Het land Palestina ondergaat op dat ogenblik grote veranderingen. Palestina heeft toebehoord even lang aan het Ottomaanse Rijk en bevindt zich dan in een overgang naar het Brits mandaat. En dat is tevens een transitieperiode waarin uh, ingrijpende veranderingen plaatsvinden naar een wat meer op westerse voet uh, gestelde maatschappij. En dat zie je bijvoorbeeld heel interessant, zie je dat ook terug in uh, vroegmoderne auto's. Frank Scholte vindt Palestina machtig interessant. Ja, in zekere zin heeft hij ook oog gehad voor de clichés. Maar dan, dan zag hij vooral tafereelen die hij associeerde met de Bijbel. Maar voor de rest valt het eigenlijk ook wel mee. In de zin van ja, hij heeft gewoon ongelooflijk veel gefotografeerd. Alles wat hij zag, ook ontmoetingen op straat. Je ziet mensen ook heel leuk reageren op hem. Na zijn dood kwam de fotocollectie van Frank Scholten terecht bij het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten en de Universiteitsbibliotheek. De fotocollectie is enorm. We hebben het hier over 14.000 fotonegatieven en 12.500 fotoafdrukken. De Universiteitsbibliotheek roept Leidenaar op om bij het ordenen van de fotocollectie te komen helpen. Ja, je mag echt meedoen met het ordenen van zo'n fotocollectie, wat normaal gesproken ja, door professionals wordt gedaan. Het moet wel duidelijk zijn, het wordt wel heel voorzichtig gedaan, hè, onder toezicht. Maar je krijgt dus ook een klein beetje les in erfgoed behandelen.